Goedemiddag allemaal. De presentatie gaat over 5 minuutjes beginnen. We wachten nog even op de personen die zich nog moeten aanmelden. Ik zal jullie als deelnemers ook unmuten. Dat betekent dat jullie jezelf zouden kunnen muten, maar dat er in ieder geval de mogelijkheid bestaat om zelf ook te kunnen praten. Ik zal het even doen voor Andy en Bart en Joost en Nick en Tom. Dan zouden jullie mij nu moeten kunnen horen, denk ik. Ja, ik kan je horen. Ja. Oké. Okay. Goedemiddag. 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 Nou, zoals gezegd, we wachten nog even 5 minuutjes en dan gaan we aan de slag. Ja, dat is een goeie, maar ik heb Thank you.
Martijn, je staat nog op mute. Goedemiddag Roy, ik zie je er nog bij komen. Ik heb je geunmute, dus we kunnen jou horen. Je kan zelf via het control panel ook je microfoon aan en uitzetten. Oké, dankjewel. Jo. Oké, nou laten we van start gaan. De meeste zijn in de meeting. Allereerst welkom en bedankt voor jullie tijd om mee te doen aan deze online webinar. Mijn naam is Martijn Donkersloot. Ik werk voor ATS Global en ben verantwoordelijk voor het in de markt zetten van advanced scheduling software. En mijn collega is Daphne. Yes, mijn naam is Daphne van Gemen. Ik ben application engineer bij ATS Benelux. Ik help met de ingebruikname van de software, met support en trainingen geven en nou ja, nu dus ook met de summer course, samen met Martijn. Ja, heel goed, dankjewel. De control panel die jullie zien, die geeft je de mogelijkheid om je eigen microfoon aan en uit te zetten. Voor zover dat nog niet duidelijk was, er zit zo'n groen microfoontje bij. Die kan je aanklikken en dan kan je jezelf muten. Maar ik wil er ook wel graag een interactieve sessie van maken, dus in plaats van vragen in de chat te zetten en dan achteraf te beantwoorden, hoop ik dat jullie tussendoor ook allerlei vragen gaan stellen, dat we er een interactieve sessie van kunnen maken. De indeling van je scherm kan je zelf ook regelen. Dus als je ons, Daphne en mijzelf, wat kleiner wil maken, dan kan je die schuif naar boven of naar beneden brengen. En dan wordt de presentatiescherm automatisch daarin aangepast. De agenda voor vandaag hadden wij als volgt samengesteld. Even kijken, hoe krijg ik dat van elkaar? Ja, deze. De agenda is als volgt. Dus voor vandaag is de eerste sessie. Laten we dat een kick-off sessie noemen. Waarbij we in ieder geval even de introductie willen geven van het product zelf. Aan de hand van een korte presentatie even wat wat veel voorkomende situaties doorpraten. Gevolgd door een demonstratie van een voorbeeldconfiguratie, waar dezelfde onderwerpen dan nog een keer live gedemonstreerd kunnen worden. Wederom, als er vragen zijn, stel ze alsjeblieft. Ik ben gewend om dat allemaal tussendoor te beantwoorden. Dan vervolgen we met het uitleggen van hoe we de workshops hebben opgesteld, de doelstellingen daarvan. Dus wat willen we ermee bereiken en hoe gaan we het aanpakken? En achteraf zullen wij deze week, begin volgende week, in ieder geval even contact met jullie leggen, telefonisch. Om even te evalueren, is dit wat jullie ervan verwacht hadden? Maar ook om te achterhalen hoe jullie bedrijfsprocessen, planningsprocessen, productieprocessen in elkaar zitten. Om aan de hand daarvan individueel met jullie van gedachten te wisselen over toepassing van het systeem. Voordat we de presentatie gaan starten, even twee hele korte slides over het bedrijf waar jullie vandaag te gast zijn, virtueel te gast zijn. ATS is een onafhankelijke solution provider voor het digitaliseren van productieprocessen. En deze volgende slide geeft eigenlijk het complete beeld van wat wij doen. We houden ons bezig met wat ze noemen de complete pakketje van alle componenten die je kan gebruiken voor het digitaliseren van processen. Dat noemen ze ook wel de closed loop manufacturing.
Aan de linkerkant kunnen jullie zien de kerncompetenties waar wij ons in hebben gespecialiseerd. Het onderdeel van vandaag, het Advanced Planning en Scheduling gedeelte, is onderdeel van het MES MOM gedeelte. Dat staat voor Manufacturing Execution Systems of Manufacturing Operational Management Systems. In het midden zien we in de binnenste cirkel zien we eigenlijk de disciplines waar we ons het meest mee bezighouden, de branches waar we ons het meest mee bezighouden. Dat doen we al meer dan 30 jaar met ongeveer 1100 mensen in meer dan 25 landen voor 4000 klanten. En die kennisgebieden die passen we toe door middel van dan wel consultancy activiteiten, dan wel professional services zoals Daphne voor het inrichten van je systemen. En we kunnen jullie helpen met een oplossing vinden voor een probleem wat jullie nu hebben. Maar we kunnen jullie ook helpen met het creëren van een digitale roadmap voor het uitwerken van strategische besluitvorming voor in de toekomst. Nogmaals, dat doen we al meer dan 30 jaar voor heel veel verschillende klanten. Mijn taak en Daphne de taak is voornamelijk gericht op het Advanced Planning en Scheduling gedeelte. Dus het is eigenlijk maar een heel klein vakgebied binnen het geheel. Maar desalniettemin niet minder interessant. Zijn er andere zaken waarvan jullie zeggen, god, dat zou wel eens interessant voor ons kunnen zijn, dan horen we dat graag en dan zouden we jullie in contact kunnen brengen met andere collega's. Nou, vanuit mijn vakgebied ben ik dagelijks in gesprek met planners. En ik heb eigenlijk even een heel kort samenvattingje gemaakt van waar ze nou het meeste tegenaan lopen. Meest voorkomende argument, opmerking vanuit mensen die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van de planning, is dat ze erg veel tijd kost. En dat er eigenlijk veel te veel afhankelijkheden zijn. De producten die we maken worden steeds complexer. Er zijn eigenlijk veel te veel afhankelijkheden, waardoor het erg lastig is om niet alleen de planning te maken, maar ook om een goede planning te maken, een nauwkeurige planning te maken. Veelal moeten ze daarvoor meerdere systemen raadplegen. Dat kan zijn een ERP-systeem of een logistiek systeem of een medewerkersbeschikbaarheidssysteem of een onderhoudssysteem. Hebben ze eenmaal zo'n planning, productieplanning samengesteld, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om dat up-to-date te houden. Het doorvoeren van wijzigingen is erg arbeidsintensief, waardoor de werklijsten die ze creëren, want dat is uiteindelijk het doel van wat we gaan doen, de werklijsten zijn eigenlijk 9 van de 10 keer al verouderd op het moment dat ze naar de werkvloer gestuurd worden. Daarnaast is het eigenlijk de meest voorkomende klacht van planners is dat ze, doordat ze er zoveel tijd mee kwijt zijn met het organiseren van het nu, dat ze eigenlijk niet goed toe kunnen komen aan een strategisch verbeterproces. Over het algemeen zijn planners toch wel mensen die erg intelligent en heel veel dingen tegelijk kunnen afwegen. Met andere woorden, we benutten die mensen eigenlijk niet op de goede manier. En als we kijken naar de business, meest voorkomende vraag die hen gesteld wordt, dus de doelstelling die ze moeten bereiken, is dat onze klanten, jullie klanten, steeds kortere levertijden vragen. En eigenlijk willen dat we steeds meer betrouwbare levertijden kunnen afgeven. En in de competitieve markt, zoals in Nederland en België, is het toch erg belangrijk dat we erg betrouwbaar kunnen zijn en op een hele korte termijn flexibel kunnen inspelen op klantvraag. Nou, dat is voor de meeste planners op dit moment een belangrijke uitdaging. Nou, hoe we dan zien, als we dan kijken naar hoe dat dan komt. De meeste bedrijven, niet allemaal, maar de meeste bedrijven hebben toch ook wel een ERP-systeem in gebruik. Daphne heeft een aantal van jullie gesproken. We hebben gezien Exact Software, SAP, Microsoft, nog een paar. Wat we zien is dat van oudsher dat soort systemen min of meer ontstaan zijn vanuit een financiële achtergrond. En ook op die manier zijn ingericht, dus een financieel systeem zijn ingericht. En eigenlijk geen of weinig ondersteuning biedt op het gebied van productieprocessen. Nou zijn er systemen natuurlijk met bewerkingsplannen en MRP-routines. Zien we, als we die dan goed onder de loep nemen, dan zien we dat er best wel veel bewerkingstijden bijvoorbeeld gewoon niet kloppen.
Dan heb je in de financiële administratie, heb je daar, behalve dan dat je kostprijzen verkeerd berekend worden, heb je er niet zo heel veel last van. Maar ga je met die informatie proberen om een gedetailleerd productieplan te maken, ja, dan ga je daar toch wel veel last van ondervinden. Met als gevolg dat we min of meer moeten gaan vertrouwen op de ervaring van de mensen op de werkvloer. Vergrijzing en dat soort zaken maakt het allemaal niet makkelijker om daarom te kunnen vertrouwen. En zeker als je kijkt naar de nieuwe mensen die in het bedrijf moeten ingroeien, ja, die missen die ervaring en die kennis. Dus dat is naar de toekomst toe wel een punt van aandacht. Die planningen die we dan opstellen en distribueren op de werkvloer, dat is één. Maar je wil natuurlijk ook kijken naar hoe staat het ervoor? Zijn ze al eraan begonnen of zijn ze misschien al klaar met die specifieke order voor die specifieke klant? Nou, om dat te kunnen bepalen, zie ik toch menig planner gewoon in de middag nog een rondje doen over de werkvloer om dat visueel te gaan bekijken. Wat natuurlijk een gekke situatie is in de tijd waarin we leven, waar dingen allemaal digitaal zouden moeten kunnen. En zeker als dan blijkt dat bijvoorbeeld klanten gaan klagen over late leveringen, ja, dan zou je niet anders kunnen als planner dan die fysiek die order op te gaan zoeken en handmatig min of meer door de organisatie te gaan duwen. Dus ervoor te zorgen dat die een hogere prioriteit krijgt dan een andere order. Nou, deze symptomen en deze situaties die zijn eigenlijk vrij veel voorkomend, moet ik u eerlijk zeggen. En als we dan gaan kijken naar wat voor systemen geven we nou onze planners, welke gereedschappen geven we nou onze planners om hun taak goed te kunnen doen. En net zoals dat een timmerman een goede boor nodig heeft om netjes gaatjes te kunnen boren, zou je ook een stuk gereedschap moeten kunnen geven aan je planners om het werk wat ze doen op een makkelijkere en snellere en betere manier te kunnen doen. En in het verleden zagen we toch nog best wel vaak van deze opzet. Zo'n groot bord aan de muur waar allemaal van die kaartjes in geschreven werden. En zo'n kaartje werd dan in een dagvakje gestopt. Kleuren gaven dan het verschillende product aan. Nou, dat is natuurlijk een enorm karwei. Enerzijds om hem op te stellen. Anderzijds om hem natuurlijk up-to-date te houden. Laat staan als je een wijziging zou willen doorvoeren. Wat je ook niet ziet is hoe lang iets duurt. Hoeveel tijd het kost. Welke relaties er zijn tussen afdelingen onderling. Een iets modernere variant is een dergelijke als deze. En wat we wel zien is dat dit is natuurlijk niet meer acceptabel. Maar op het moment dat we ze geen echte tools geven, dan gaan de meeste klanten, de meeste planners gaan zelf iets maken. En daar is op zich niks mis mee. Behalve dan dat we gaan zien dat toch een onhoudbare situatie gaat veroorzaken in de toekomst. We zien vaak dat het maar met één of twee sheets gestart is. En dat er in de loop der tijd heel veel functionaliteit aan toegevoegd wordt. Denk aan macro's en lookup fields en verwijzingen en calculaties in het sheet. Dat betekent niet dat het niet mogelijk is om een goed schedule ermee te kunnen maken. Want dat, ja, met alle respect, maar dat doen alle mensen in deze meeting doen dat nu al waarschijnlijk. Maar het is wel een risico, want er zijn toch heel veel berekeningen die wellicht foutief zijn, die je niet zomaar boven water krijgt. Het is niet overdraagbaar, het kost erg veel tijd. En het up-to-date houden is eigenlijk net zo'n net zoveel werk als het samenstellen van een schedule. Dus wat we vaak zien is dat dan niet gebeurt. Nou, dit is een sheet die ik bij klanten heb gezien waar dan zelf met kleurtjes gewerkt gaat worden. Dit is een ander voorbeeld, meer in een projectachtige structuur. Een soort van Microsoft Project-achtige opzet. En hier zien we er eentje waarbij we ook nog eens met mensen en verschillende skill levels gaan werken. Om niet alleen de machinecapaciteit, maar ook de menscapaciteit te kunnen inplannen. Wat we eigenlijk nodig zouden moeten hebben is daar maak ik een beetje een grapje van, maar wat we eigenlijk nodig zouden hebben is een glazen bol. Een glazen bol waarmee we de toekomst kunnen voorspellen. Eentje die
ja, waar we nu in kunnen kijken om te zien hoe ziet het er morgen uit, hoe ziet het er volgende week uit, zodat we tijdig acties kunnen ondernemen en problemen kunnen voorkomen. En dat is een grafisch planbord, dat in de net zo goed dat ERP een terminologie is voor Enterprise Resource Planning, is APS een terminologie voor grafisch planborden. Dat staat voor Advanced Planning and Scheduling. En de manier waarop het werkt, zou ik graag even aan de hand van een korte animatie willen toelichten. Wat we hier zien is een Gen chart, zoals dat heet. Aan de linkerkant zien we de machines. Machine Center 1, 2, 3 en 4. En we gaan dadelijk daar werkorders op plannen. Die vier bewerkingen hebben. En het grafisch planbord zal kijken naar welke machine is er geschikt om deze bewerking uit te voeren. En die zal de eindige capaciteit van die machine in gebruik gaan nemen. En bovenaan de tabel zien we die getalletjes 1 tot en met 11 staan. Dat kunnen uren zijn, dat kunnen dagen zijn. Het is een beetje afhankelijk van in welke business we zitten. En wat we zien is als daar de eerste order opgepland wordt, dat die zijn routing, hè, zoals we dat hier noemen, 10, 20, 30, 40, zijn weg gaat vinden over de beschikbare machines. En toegekend worden aan de machines die het werk kunnen uitvoeren. Die lengte van die bar, die blokjes, die wordt berekend door het systeem. En die houden dus de eindige capaciteit van het planbord bezet. Nou, in dit voorbeeld kunnen we niet eerder starten met de tweede operatie, welke 20 is, als de eerste operatie geheel afgerond is. Er zijn bedrijven die zeggen, ja, we hebben wat grotere batchgroottes, dus we willen eigenlijk al eerder starten. Dus bijvoorbeeld als ik 50 stuks klaar heb, dan stop ik dat in een krat. En dat krat breng ik naar Machine Center 2 en daar kunnen ze eigenlijk al eerder starten. Dus ook bedrijven die zeggen, nou, liever niet zo heel kort op elkaar. We hebben nog transporttijd nodig om van de ene afdeling naar de andere afdeling te gaan. Of misschien moet het product even afkoelen, iets dergelijks. En dan zouden we er ook nog tijd tussen kunnen zetten om dingen iets meer slack time eigenlijk toe te geven. Nou, een tweede order die gaat ze dezelfde weg vinden. En omdat Machine Center 2 al nog wat ruimte over had als gevolg van de eerste routing, gaat hij plekjes zoeken op het planbord om dat op te vullen. En hetzelfde geldt voor deze routing, dat die weer toegekend worden aan die resources die daar geschikt voor zijn. Nou, in dit voorbeeld, stel dat de kleur van de order ook de kleur van het product zou betekenen, dan zou je zien dat je dus op Machine Center 2 eerst een groene, dan een blauwe, dan een groene, dan een blauwe gaat maken. Als dat een verfstraat is, is dat misschien niet een hele handige oplossing. Dan zou je misschien liever de blauwe achter elkaar willen doen en dan de groene, zodat je zo weinig mogelijk omsteltijd hebt. In dit voorbeeld dan schoonmaaktijd van de verfcabine. Nou, dat zijn instellingen die we daaraan mee kunnen geven. En als we dan kijken naar de derde order, dan zien we dat die ook weer zijn weg gaat vinden. Maar in dit voorbeeld gaan we de eerste operatie van de rode order in periode 3 inplannen. En dan moeten we wachten tot periode 9 voor de tweede bewerking. Met andere woorden, we hebben best wel wat onderhanden werk gecreëerd. Als het een vers product was of een bederfelijk product, dan zou dat wellicht misschien al bedorven zijn voordat we het kunnen verpakken. Dus als dit zich voordoet, dan zouden we ook het systeem kunnen instrueren dat hij moet wachten met de eerste bewerking, als hij zeker weet dat de tweede bewerking kort daarna van start kan gaan. Nou, dat zijn typische instellingen voor het maken van een schedule, die we gewoon out of the box mee kunnen geven aan het systeem. En daarmee een automatisch geldig plan kunnen maken. Nou, op het moment dat we dat gaan toepassen, zul je zien ook dat ontzettend snel gaat. En wat dat tot gevolg heeft, is dat je ook meerdere scenario's met elkaar zou kunnen vergelijken. Dus het bovenste plaatje is hetgeen wat we net hebben doorgesproken. Terwijl het onderste plaatje precies dezelfde informatie weergeeft in een andere volgorde gepland. Wat we zien in ieder geval is dat het tweede scenario een stuk eerder klaar is. Hè. Dus we zijn twee periodes eerder klaar. Periode 9 in plaats van periode 11. Aan de andere kant is de blauwe order, operatie 40, is in dit voorbeeld een periode later klaar. Als dat de belangrijkste klant is, dan is dat wellicht geen goed schedule. En daarnaast zien we dat wat minder gaten zijn ontstaan. Waardoor de bezettingsgraad van de machines wat beter is.
Waarom ik dit laat zien is omdat het maken van een schedule is het nemen van beslissingen. Het systeem kan niet beslissen wat nou het allerbelangrijkste is voor jullie. Is het dat die korter, dat de make spend korter is, dat die in een korte periode geproduceerd wordt? Is het dat die blauwe order op tijd klaar is? Is het dat de resource bezettingsgraden van de machines beter benut worden? Is het dat je zo weinig mogelijk wil omstellen? Nou, dat zijn keuzes die je moet kunnen maken als planner zijnde, maar waar we in de huidige situatie eigenlijk niet aan toe komen, omdat het te veel tijd kost om zo'n schedule handmatig dan wel met een Excel-sheet samen te stellen. Dus wat we eigenlijk moeten proberen te bereiken is dat we dat proces gaan versnellen, waardoor we jullie informatie kunnen geven, waardoor je veel betere beslissingen kan nemen. Daar kom ik later nog in de demo ook op terug. Nou, het systeem zelf, je ziet er ongeveer, dit is even een heel simpel voorbeeld, ziet er zo uit. Aan de linkerkant ook weer die machines. De bewerkingsplaatsen of de afdelingen, hoe je het inricht. En wat we zien in dit voorbeeld is dat we de bewerkingen, de relaties tussen de bewerkingen hebben bewaakt. We gaan niet de deeg maken als we niet zeker weten dat het heel kort daarna in de oven kan. Nou, dat is even een voorbeeld waar we dadelijk nog even op doorgaan in de vorm van een demo. Niet op basis van de koekjes, maar op een basis van een metaal voorbeeld. Naast die relatie van bewerkingen van één order, wat we hier zien, hebben we natuurlijk ook relaties tussen werkorders onderling. Dus als op het moment dat wij meerdere componenten moeten maken die uiteindelijk in subassemblies of in eindproducten worden samengevoegd, dan zou je die relatie ook tussen die verschillende werkorders moeten kunnen bewaken. En daar hebben we dit voorbeeld even voor. Dus wat we gaan doen, we gaan het frame maken, we gaan wielen maken, we moeten zadels inkopen. En als dat allemaal klaar is, kunnen we gaan assembleren. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Drie werkorders, dus twee voor de componenten, één voor het eindproduct en één inkooporder. Nou kan het zijn dat er door wat voor reden ook dit gebeurt in de echte situatie. Dus de machine is kapot gegaan. Mensen zijn ziek naar huis gegaan, materialen zijn later geleverd. Met andere woorden, de frames zijn niet klaar op het moment dat ik de fietsen wil gaan assembleren. Nou, als ik hier niet op anticipeer, dan zal de assemblyafdeling eigenlijk staan te wachten op iets wat nog voorlopig niet gaat komen. Dus wat er zou moeten gebeuren is dat die relatie ook bewaakt wordt tussen die verschillende werkorders. Dus als dit de situatie is en dit gebeurt, dan zou die werkorder 3, die zou moeten worden opgeschoven, op zijn minst. Als er andere orders wellicht eerder zouden kunnen starten, dus werkorder 4, even ervan uitgaan dat alle materialen er al zijn, dan zou die de plek in kunnen nemen van werkorder 3, zodat die resource capaciteit toch benut blijft. En dit is de methodiek die een scheduling systeem voor jullie gaat bewaken. Dus op het moment dat er ergens een vertraging optreedt, het duurde langer dan je verwacht had, een machine die kapot is gegaan, iets in die aard, dan wordt ook de onderliggende de relatie tussen de volgordelijkheid van de volgende orders wordt ook voor jullie bewaakt. Met andere woorden, het schedule blijft altijd geldig. Daar hebben we het net even over gehad, dus het samenstellen van een schedule, dat is nog wel te doen, denk ik, met een Excel. In ieder geval doen we dat met z'n allen elke dag. Maar het up-to-date houden van een schedule, dat is toch wel een stuk lastiger. Waar we toch ja, met een tool als deze jullie enorm mee kunnen helpen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dit is een voorbeeld dat we dadelijk gaan laten zien, ook in de demonstratie. Dit is de set van orders die ik nodig heb om die fiets te maken. Wat je hier kan zien is dat het maken van het wiel, hier op de wiel assembly line, kan niet eerder starten voordat ik en mijn hub en mijn rim klaar heb. De frame loopt door mijn systeem heen in de zin van de volgordelijkheid tussen de bewerkingen. En als alle onderdelen klaar zijn, dus zowel het frame als mijn wielen, als mijn pedalen, dan kan ik pas mijn fiets gaan samenstellen. Dit zal ik ook dadelijk in de demo nog een keer live demonstreren. Daarnaast die volgordelijkheid van bewerkingen binnen één werkorder en de volgordelijkheid van de onderlinge werkorders, halffabrikaten, eindproducten, is er nog iets anders wat vaak parten speelt en dat heeft te maken met de materiaalbeschikbaarheid.
Dus even uitgaande dat we hier een vrij eenvoudige routing hebben van 3 bewerkingen. Die mag starten op 3.12, omdat alle materialen dan binnen zullen zijn. Dat is informatie die we uit een inkoopadministratie of een voorraadadministratie kunnen halen. Dan zou dit een geldig schedule zijn, maar op het moment dat de ERP, op het moment dat jullie leverancier zijn leverdatum aanpast, en dit gebeurt er, dan is dat schedule eigenlijk niet meer geldig. Dus dan zou je al je machines hebben ingesteld en de mensen naar de werkvloer hebben gestuurd. En die staan nu te wachten op het materiaal wat pas de dag daarna binnenkomt. Nou, als dit gebeurt, dan zou je dat natuurlijk ook moeten aanpassen en op zijn minst tot de 4e moeten wachten om het productieproces te gaan starten. Wat we nog meer vaak zien is dat, zeker in de huidige tijd, coronatijd, niet iedereen is beschikbaar, social distancing, maar eigenlijk daarvoor ook al, als het gaat om medewerkersbeschikbaarheid. Dus als ik een machine heb die bediend moet worden door een specifieke geschoolde medewerker, ja, en ik heb meer machines dan dat ik die geschoolde medewerkers heb, dan zal ik ook daar rekening mee moeten houden. Nou, wat ik hier in dit voorbeeld laat zien is dat ik operators nodig heb om te assembleren. En ik heb er normaal gesproken 3. En alleen door, nou, in dit voorbeeld dan corona of ziekte of wat dan ook, heb ik er vandaag en morgen en overmorgen maar 2 tot onze beschikking. Nou, dat plotje onderin, wat we daar zien in het blauw en het rood, dat rode gedeelte geeft aan dat de huidige planning, de huidige schedule, niet is afgestemd op de beschikbaarheid van de mensen. Dat komt omdat ik natuurlijk dat niet van tevoren zag aankomen dat die mensen ziek werden. Nou, dan hebben we de mogelijkheid om ook weer zo'n schedule up-to-date te houden aan de hand van een repair optie. En wat die doet is dat hij hem weer geldig maakt ten opzichte van de restrictie die ik heb meegegeven op basis van de aantal medewerkers. Dit gebeurt echt in secondes. Nou, naast het samenstellen van zo'n schedule en het rekening houden met al die regels, geven natuurlijk jullie ook de mogelijkheid om heel goed visueel inzicht te krijgen. Niet alleen aan de hand van die kleuren, maar ook aan de hand van de teksten die we in die balkjes kunnen projecteren. En uiteindelijk heb je altijd de mogelijkheid om dingen op te pakken en te verslepen. Dus de drag-and-drop functionaliteit is een veel gebruikte binnen advanced scheduling software oplossingen. De exercitie uiteindelijk moet leiden in een geldig schedule. Dus hij moet uitvoerbaar zijn. We moeten niet meer werk naar de werkvloer sturen dan dat we mensen hebben. We moeten rekening houden met de materialen. Als er verstoringen zijn, wil je hem up-to-date houden. En het doel van wat we aan het doen zijn, is natuurlijk dat we de mensen op de werkvloer willen informeren in welke volgorde we willen dat zij hun werk gaan uitvoeren. Dat kan heel gedetailleerd zijn. Dat kunnen we op dagniveau en op uurniveau kunnen we dat hen over informeren. Er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, die nauwkeurigheid hoeft in het begin niet als we per dag een lijstje kunnen fabriceren of per week soms, dan is dat al meer dan voldoende. Nou, dit voorbeeld geeft in ieder geval aan wat we van de medewerkers op de werkvloer gaan verwachten. Per datum, de volgorde van de orders, wanneer we verwachten dat ze gaan starten. Er wordt ook aangegeven wanneer de volgende bewerking gepland staat om te starten. Dus op het moment dat ik mezelf aanmeld in het systeem en ik ga op de wheel assembly werken in dit voorbeeld, dan weet ik dat mijn materialen van de Metal 2 afkomen. En ik weet ook dat mijn materialen, nadat ik mijn assemblies van mijn wheels heb gedaan, afgegeven gaan worden aan de final assembly. Nou, het hebben van dit inzicht geeft ook een stukje autonomiteit aan de medewerkers. Dus op het moment dat ze nu al zien dat ze te laat gaan klaar zijn, dan kunnen ze, en het is een eentje die heel snel op elkaar volgt, dan kunnen ze nu al anticiperen en informeren naar de planners dat er een probleem dreigt te gaan ontstaan.
In tegenstelling tot waar we het in het begin over hadden, dat in sommige gevallen klanten gebeld worden. Dat de planners gebeld worden door de klanten of de verkopers gebeld worden door de klanten. En dat er paniek in de tent is dat er een order niet op tijd klaar is. Maar dan is het eigenlijk het kwaad al geschied. Dus het anticiperen op die veranderingen en het kort op de bal zitten is een belangrijk gegeven om die flexibiliteit en die leverbetrouwbaarheid naar je klanten te kunnen waarborgen. Voordat we naar de demonstratie gaan, zijn hier vragen over? Zijn er dingen die jullie hebben herkend of misschien even willen toelichten hoe dat bij jullie gaat? Niet allemaal tegelijk. Oké. Wat we gaan doen is een... Vragen. Ja. Ik heb niet direct vragen, alles is duidelijk. Ach, geweldig, dankjewel voor je feedback. Dan zit ik maar met eentje te praten. Fantastisch. Wat we gaan doen. We gaan hier we gaan jullie laten zien hoe we een schedule gaan samenstellen. Ik zal eventjes mijn scherm, ik weet niet of jullie dat ook zien, maar die ga ik even naar beneden scrollen. Dit is het beginscherm op het moment dat we het systeem openen. Kunnen jullie nu het projector? Dankjewel. Nou, wat we doen, we gaan de informatie die beschikbaar is, en daar gaan we dadelijk nog even over doorpraten in de zin van hoe gaan we nou met die workshops om. De informatie die ergens al beschikbaar is binnen systemen, ERP of andere systemen, die gaan we zoveel mogelijk proberen te hergebruiken. En het systeem is ervoor gemaakt om te importeren. Dus wat we gaan doen, we gaan een aantal van deze... We gaan deze knoppen gebruiken om een aantal importroutines aan te sturen. Die informatie kunnen ophalen uit andere systemen. Dan wel informatie die klaar is gezet door andere systemen. Nou, op het moment dat we hebben geïmporteerd, dan kunnen we een schedule gaan samenstellen. Een detailplanning gaan samenstellen. Daar gaan we dadelijk op focussen, hoe dat gebeurt. En achteraf, dus als we daarmee klaar zijn, als we een scenario hebben gekozen wat ons... gunstig lijkt, dan kunnen we het schedule gaan releasen. En dat betekent dat we eigenlijk de informatie die we hebben gegenereerd aan de hand van de grafisch planbord kunnen gaan vrijgeven aan dan wel de mensen op de werkvloer in de vorm van rapportages. Dan wel terug kunnen sturen naar het ERP-systeem of een MES-systeem of een shop voor datacollectiesysteem. Uiteindelijk is het natuurlijk een functie die plaatsvindt meestal op kantoor. Maar je doel is natuurlijk om de mensen op de werkvloer ervan te kunnen informeren. Dus dat gaan we dadelijk doen met een release schedule oplossing. Nou, hier aan de linkerkant zie je zo'n navigatiesysteem. Een beetje hetzelfde als een willekeurig Microsoft product. Daar kan je heel makkelijk doorheen scrollen, doorheen klikken. Dan ontstaan daar opties die je hier wil kunnen toepassen. En dan hier aan de rechterkant ontstaan andere keuzes waar je weer uit kan kiezen. Dit noemen we de navigatiebar. Nou, een van de dingen is de data maintenance. Het systeem kan volledig standalone gebruikt worden, waarbij je de data invoert in het systeem of importeert in het systeem. Maar 9 of 10 keer wordt het in een soort van hybride vorm gebruikt met een ander systeem. Het feit dat we het standalone kunnen gebruiken heeft als gevolg dat we ook een eigen products tabel kunnen onderhouden en een eigen products bill of material. Wat we zien in een products tabel is dat we de routing gaan vastleggen van het product. Dus wat gaan we maken? In dit voorbeeld gaan we het frame maken van een type fiets. En wat moet ik daarvoor doen? Nou, dat zijn 3 stappen in dit voorbeeld. Dus stap 10, 20 en 30. En dat begint met het zagen van de buizen. En dan ga ik het lassen en dan ga ik het verven. Nou, dat is de hoe ik het ga maken. Dat noemen we de routing. Nou, waar kan ik het maken? Ik kan het maken op verschillende machines die ik heb onderverdeeld in groepen. Dus ik heb een groep van metaalmachines en een groep van lasboxen en verfstraat. Hoe ik het maak, waar ik het kan maken en hoe lang duurt het. Nou, in dit voorbeeld gaat het mij 20 minuten duren om de set van buizen te zagen voor het maken van een fiets. Het aan elkaar lassen duurt weer 45 minuten en het verven duurt 20 minuten. Wat ik ook zie is dat ik een aantal attribuutvelden heb gedefinieerd.
die voor mij belangrijk zijn. Enerzijds om dadelijk selecties mee te kunnen maken, dan wel om volgordes te kunnen bepalen, om zo weinig mogelijk omsteltijd bijvoorbeeld te creëren op de verfstraat, of het zo weinig mogelijk omwisselen van mijn toolsets. Dus daarvoor heb ik in dit voorbeeld de kleur een belangrijke rol gegeven, maar ook het soort metaal wat ik ga verwerken, waarbij ik dadelijk ook laat zien dat het wisselen van metaalsoort 1 naar metaalsoort 2 een omsteltijd tot gevolg heeft op mijn CNC-machines bijvoorbeeld. Die velden hier, die color name en metal name, die worden niet zo standaard meegestuurd vanuit het systeem. Die hebben we zelf kunnen aanpassen. Dus we hebben hier zelf kunnen hernoemen. Dat is iets wat we als gebruiker ook zelf helemaal zelfstandig kan doen. Je kan ook dingen omdraaien. Je kan volgordes van dit soort kolommen heel makkelijk veranderen. Je kan met die wildcards-achtige constructies werken om informatie heel snel terug te kunnen vinden. En elk scherm binnen het softwarepakket van dit formaat, een editor window noemen we dat, die werkt op dezelfde manier. We kunnen ook zelf velden toevoegen. Dus ik kan hier vanuit de beschikbare velden er even doorheen scrollen om te kijken of er iets bij staat wat ik graag zou willen toevoegen. En dat kan je dan oppakken en ertussen slepen. Of als je het niet nodig hebt, er weer afhalen. Dus met andere woorden, de informatie hier is de informatie die de gebruiker zelf heeft gekozen om hier neer te zetten in de juiste volgorde met de juiste kolomnamen. Om even te kijken naar die metaalsoorten, die zijn dadelijk wel van belang in de demonstratie. We werken met 4 soorten metaal voor de verschillende type fietsen. En het zou voor mij wel erg prettig zijn om dadelijk te kunnen zien of ik nog meer aluminium fietsen moet maken van het type 6061. Dus vandaar dat ik er ook een kleur aan heb meegegeven. Nou, die kleuren die heb je ook weer zelf bepaald. Je kan helemaal zelf bepalen hoe je dat gaat vormgeven. Uiteindelijk zijn het dus ook de gebruikers. Zijn of haar kleuren die hier zichtbaar worden. Nou, de products, dus de routings, hoe maak ik dingen, de schedule-specifieke zaken, zoals attribuutvelden, waarmee ik volgordes bepaal, kleuren bepaal, omsteltijden bepaal, en de resources, dus waar kan ik iets maken op de verschillende metaalbewerkende machines, op de verschillende afdelingen, dat noemen we de min of meer de statische gegevens, die veranderen niet elke dag. En daarnaast hebben we natuurlijk nog dynamische gegevens. En dat zijn gegevens die veelvuldig kunnen veranderen. Bijvoorbeeld de supply. In dit voorbeeld is dat wat ik op dit moment op voorraad heb. En dat wordt 9 van 10 keer, als het beschikbaar is, van een ERP-systeem of een warehouse management systeem geïmporteerd. Nou, de database die we gaan tonen heeft een startdatum van 10 januari in het jaar 2000. Dus al mijn stockfiles hebben deze datum. Wat we zien is dat we inkoopdelen hebben, dus zadels en banden en spaken. Maar we hebben ook al producten gemaakt in een eerdere fase. Dus we hebben ook al halffabrikaten op voorraad, in dit voorbeeld de frames en de wielen en dat soort zaken. Als we iets doorscrollen naar beneden, zie ik ook dat ik een inkooporder tegenkom. Dus dit is ook weer dat inkoopadministratie hier overgenomen. En die leveringen die worden in de toekomst verwacht. Dus als we de materialen nu niet binnen hebben, maar verwachten dat ze over een week binnenkomen. Ja, dan kan je je orders niet nu inplannen. Ja, je kan ze wel inplannen, maar dat is niet handig, want je hebt niet alle materialen. En dan zou je dus ook het systeem wil dan ook wachten tot de materialen beschikbaar zijn, alvorens de orders in te plannen. Naast de inkoop en de voorraad heb ik ook verkooporders. Dat noemen we demands. Dit is een make-to-order omgeving. Dus ik maak pas als ik iets verkocht heb. Dus wat ik zie hier is dat ik allerlei sales orders erin heb gezet. Voor verschillende klanten, voor verschillende producten. Met verschillende leverdatums en verschillende prioriteitsstellingen. Dit kunnen ook de resultaten zijn vanuit een ERP-systeem. Dan zien we dat, vaak zien we dat een soort van MRP-routine gebruikt wordt om voorraden aan te vullen. Daar zou je dit ook voor kunnen gebruiken. En je zou het ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld forecast-orders in te laden. Dat is een beetje afhankelijk van de business waar je in zit en de systemen die je daarvoor wil gebruiken. Nou, voor de demo zelf hebben we een make-to-order environment.
En wat we ook gaan laten zien, niet vandaag, maar in de komende workshops, is hoe kun je nou op basis van een productentabel, die we hier hebben zitten, plus een product bill of material, dus wat heb ik nodig om iets te kunnen maken. En dus als ik hier even naar beneden ga, dan zie ik dat ik hier, als ik deze road bike wil gaan produceren, dan zal ik ervoor moeten zorgen dat ik, als ik ga final assemblyen, wat de laatste stap is, dat ik dan mijn zadels heb, maar dat ik ook mijn roadframes heb en mijn wielen en mijn pedalen. Nou, die wielen en die pedalen en die frames, dat zijn weer maakdelen. Dus wat is de bedoeling dadelijk, is dat we op basis van de verkooporders, de demands, dat we op basis daarvan gaan kijken, wat heb ik nodig om die verkooporders te kunnen leveren. Als ik daar dingen tekort in heb, ik heb niet genoeg frames, ik heb niet genoeg wielen, dan wil je daar productieorders van aanmaken. En die productieorders, die worden dadelijk door het systeem aangemaakt aan de hand van die products tabel, waarin we de routings hebben vastgelegd. En als er lagen zijn, dus als ik meer, als ik wielen wil maken, moet ik ook mijn assen maken en mijn velgen. Dus op basis van de bill of material gaat hij dadelijk kijken op welke laag zit ik, wat moet ik maken om aan die vraag te kunnen voldoen. En al die orders worden weer aan elkaar geknoopt om in een geldige volgorde op het planbord te zetten. Dat is eigenlijk de exercitie waar we met jullie doorheen willen. Voor jullie eigen omgeving, met jullie eigen data. Het systeem zelf, zoals gezegd, wat er is, gaan we importeren. Wat er niet is, kunnen we onderhouden in dit systeem. En kunnen we, terwijl we aan het importeren zijn, kunnen we verrijken met de informatie vanuit dit systeem. Is er helemaal niks beschikbaar, dan kunnen we dat ook in zijn geheel onderhouden in dit softwarepakket. Overview die ik je nu laat zien, dat is het wat we noemen de gen chart en de editor window. Wat je nu al ziet is dat ik hier en daar wat dingen aan het verschuiven ben. Ik kan al deze velden, al deze blokken die ik hier zie, kan ik zelf samenstellen. Ik zie 9 van 10 keer dat een planner meer dan één scherm heeft, waarbij die bijvoorbeeld hier aan de rechterkant op zijn rechterscherm zijn gen chart wil zien en aan zijn linkerkant zijn editor window of andere overzichten. Met andere woorden, dat systeem kan dat helemaal zelf, kan helemaal zelf worden samengesteld door de gebruiker. De editor window is hetzelfde weer als die we net zagen, alleen nu zien we dat er allerlei orders in staan die we dadelijk een plekje moeten gaan geven. Dat plekje geven doen we op de gen chart. Dus aan de linkerkant zie ik de machine staan. Aan de top zie ik mijn horizon staan. De horizon is natuurlijk afhankelijk van het bedrijf waarin je actief bent. En hoe vol zitten we? Wat is de orderportefeuille? Wat is de doorlooptijd van orders? Dat soort zaken bepaalt hoe lang we in de toekomst willen kijken. Zitten we in de projecteninrichtingen, speciale machines? Dan kan het wel eens maanden in de toekomst zijn. En dan zitten we misschien wat meer op de korte termijn, dan kan het ook weken in de toekomst zijn. Dat gaan we samen met jullie zelf bepalen. Hier aan de rechterkant zie ik alle ongeplande operaties. In dit voorbeeld zijn het er 225, maar dat kunnen er ook 25.000 zijn. Die moeten allemaal nog een plekje krijgen. Dus elke keer als ik nieuwe orders aanmaak, dan worden ze standaard hier in het mandje gestopt. En eigenlijk is dit gewoon onze werklijst van hetgene wat we nog moeten in plannen op het planbord. Normaal gesproken zou hier natuurlijk al wat orders opstaan, hè, van de vorige keer. Toen we het systeem afgingen sluiten gistermiddag. Volgende ochtend zie je dan natuurlijk gewoon dezelfde hoeveelheid informatie die je de dag daarvoor erop hebt gezet. In dit voorbeeld wil ik even met een leeg scherm beginnen, zodat het een beetje duidelijk wordt wat er nou precies gebeurt. Die machines hebben allemaal een eigen kalender. En als ik mijn control button en mijn muiswiel gebruik, dan kan ik ook een klein beetje inzoomen. Je kan heen en weer scrollen zoals je hier ziet. En wat ik hier zie is een rode stippellijn. En die geeft eigenlijk aan het nu. Dus in mijn voorbeeld is het nu 5:30 ochtends. Op maandag 10 januari in het jaar 2000. Alles wat aan de linkerkant staat, dat is al voorbij. Dat is het verleden. En aan de rechterkant is de toekomst. En die lijn die gaat zichzelf ook verschuiven
in een normale situatie. In deze demo staat die vast. Maar normaal gesproken loopt dit natuurlijk gedurende de dag mee met de werkelijke tijd. Wat ik ook zie is dat hier om 6:00 ochtends begint er een wit stuk. En dat daarvoor is nog gearceerd stuk. Dat gearceerde stuk, dat is mijn off-shift periode. Dus in dit voorbeeld gaan we werken van 6:00 ochtends. En dan zal ik even uitzoomen. Tot middernacht. Dus we werken in 2 shifts. We hebben geen pauze, we hebben geen onderbrekingen van pauzes. We hebben 2 shifts capaciteit beschikbaar. Dus die witte vlakken, dat noemen we de eindige capaciteit. Vanaf middernacht tot 6:00 ochtends is er weer een off-shift. Met andere woorden, de fabriek gaat dicht. En we kunnen niet produceren in dat tijdsblok. Nou, hetzelfde geldt voor deze Metal 1 machine. Die is op dit moment in breakdown. En we hopen dat die om 12:00 vanmiddag weer beschikbaar komt voor productie. Dus dit is dan weer een patroon die ik zelf heb bedacht. Ik vond rood een mooie kleur en ik wilde graag van die blokjes. En dat mag je dus ook al helemaal zelf bepalen. Nou, die kalenders die kun je zelf onderhouden. Elke machine heeft zijn eigen kalender. Een soort van Outlook-achtige oplossing is hiervoor gekozen. Nou, de default waarde is de template working day. Met andere woorden, we hebben 2 shifts. Maar die kunnen we heel makkelijk even aanpassen aan een overtime of een normal week of een van deze templates. Die templates die kun je ook weer als gebruiker zelf toepassen, aanpassen, inregelen. En wat we ook zien is dat hier even een breakdown in is gezet. Dus dat is gewoon dubbelklikken, eventjes de breakdown aangeven of de plant maintenance aangeven van wanneer tot wanneer. En dan staat hij erin. Nou, dat is een belangrijk gegeven, omdat dit natuurlijk waar het over gaat. Het gaat over eindige capaciteit. Dus die gaan we benutten. We kunnen niet, zoals in een ERP-systeem wel kan, wij kunnen niet 60 uur werken in een week van 40 uur inplannen. Dat gaat niet. Dus dat is een gegeven. Je moet rekening houden met de werkelijke capaciteit van de machines. Nou, wat we eerst gaan doen is dat we in dit voorbeeld even de selectie doen op de eerste bewerking van het maken van het frame. Die kleuren die ik hier trouwens zie, die heb ik zelf bepaald. Dus elke order heeft in mijn voorbeeld een kleur. Maar ik had die natuurlijk ook even kunnen vragen naar, geef maar eventjes de kleur weer die ik bij de metaalsoorten had ingegeven. Dus nu zie je al dat de kleuren hier van mijn in te plannen werkorders automatisch verandert aan de hand van de instellingen die ik hier zelf kies. Ook deze instellingen, templates die je daarvoor gebruikt, zijn weer aanpasbaar. Even inzoomen. Wat we zien is dat als ik deze order oppak, dat ik nog voordat ik hem oppak een tiptool te zien krijg. Wederom zelf in te stellen. En als ik deze order naar het planbord sleep, dan zie je dat je niet buizen kan zagen op een afdeling waar we fietsen assembleren. En ook niet op een afdeling of een productielijn voor de wheel assembly. Ook die op de paintinglijn. Theoretisch zou je het door een lasser kunnen laten doen. Maar we hebben aangegeven dat we dat alleen maar willen doen op metal 1 of op metal 2. Nou, wat er nu gebeurt is dat die eindige capaciteit van die machine die wordt in bezet genomen. Dus we beginnen om 12:00 en we eindigen iets naar achter. De lengte van die bar die wordt bepaald door het systeem. Heeft te maken met hoe snel gaat het. Hoeveel moet je er maken? Maar kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld de efficiëntie van de machine. Sommige machines draaien misschien in een bepaalde periode niet zo lekker. Dan zou dat ook de lengte van de bar kunnen beïnvloeden. En wat ook de lengte van de bar beïnvloedt, is dat als ik, nou, stel dat ik besluit om net voor de off-shift periode te beginnen. Dan zie je dat die automatisch dat balletje gaat verlengen. Dat komt niet omdat we er langer aan produceren, dat we er meer uren aan werken. Maar dat komt natuurlijk omdat we in de nacht geen productiviteit hebben. Dus dit is wat het systeem automatisch voor jullie doet. Nou, stel dat ik de eerste bewerking erop heb gezet. Dan zou ik voor een andere order ook een bewerking erop kunnen zetten. En wat we hier zien is dat ik dus de eindige capaciteit van deze metal 1 ga vullen. Dat doe ik nu handmatig, dat gaan we dadelijk automatisch doen. Maar even om het idee te geven en te laten zien wat het kan. Wat we hier zien is dat er het systeem automatisch van deze zwarte
balkjes heeft gecreëerd. En dit is de, wat we noemen de omsteltijd. En de omsteltijd, had ik net al even aangegeven, wordt beïnvloed door het metaalsoort wat ik ga verwerken. Dus in eerste instantie werk ik hier op 6061 aluminium. En daarna stap ik over naar titanium en dan stap ik weer terug naar aluminium. Dus in dit voorbeeld moet ik mijn zaagbladen of mijn toolsets veranderen. En dat systeem dat heeft het in de gaten en die zegt, ja, dan moet je dus extra tijd rekenen om dat te kunnen doen. Dat noemen we een volgorde afhankelijke omsteltijd. Wat ik ook zie is dat deze een ander kleurtje heeft, een ander patroon heeft, dat hij een groene lijn hierboven heeft, dat de tekst groen is. En als ik deze eventjes highlight voor jullie, dan zie ik ook dat hier een rood gestippeld lijntje ontstaat die zichzelf verbindt hier met deze inkooporder. Met andere woorden, er zijn geen genoeg buizen beschikbaar op dit moment. En eigenlijk had ik moeten wachten tot deze levering, de inkooporder nummer 17, geleverd zou zijn. Dus de levering is pas einde van de dag of begin van de morgen op dinsdag, terwijl ik hem op maandag inplan. Nou, doe ik dat natuurlijk even expres om te laten zien dat systeem dat automatisch voor jullie signaleert. Ik ben zelf de baas, dus als je het wil laten staan, kan dat. Maar het gebeurt natuurlijk wel dat de inkooporders vertraagd worden door leveranciers. Dat je de volgende ochtend je ERP-import draait. En dat blijkt dat een materiaal later geleverd wordt. Of dat er minder geleverd gaat worden dan verwacht. En dat wil je wel zien. Anders sta je daar voor niks te wachten. En heb je het idee dat je iets kan produceren wat je niet kan produceren. Nou, als het hele planbord vol staat, hoeven we niet in te zoomen en elke keer te gaan zoeken naar die gehighlighte orders. Dan kan ik hier ook mijn highlight opties gebruiken. Dus bijvoorbeeld deze highlight early operations. Dan laat hij alleen maar die zien die te laat zijn of te vroeg zijn gepland door middel van het ontbreken van de materialen. Deze order kan ik ook misschien beter dan maar gelijk achter elkaar inplannen. Dus wat we zien is dat ik hem nu ga oppakken en ik laat hem ervoor vallen. Dan zal die order waar die materialen er nog niet voor zijn, zo automatisch naar achteren worden geduwd. En dat doet hij nu voor een setje van 3 bewerkingen. Maar dat doet hij ook met een planbord vol van orders voor de komende maanden. Dat precies datzelfde principe wordt dan ook toegepast. Nou, in dit voorbeeld zie ik dat ik, doordat ik de 2 soorten metaal achter elkaar produceer, heb ik geen omsteltijd. En wat we al eerder zagen is dat er geen conflict is met mijn materialen. Dus dit is wat we eerder al benoemden met die drag-and-drop functionaliteit, die dingen veel inzichtelijker maken dan de meeste bedrijven dat nu doen met de behulp van Excel of handmatige systemen. Nou, we hebben natuurlijk niet maar 1 bewerking. Dus als ik 3 bewerkingen tegelijk wil laten plannen, dan kies ik hier even voor Forwards Planning on Planboard. En wat we zien is dat Preactor automatisch, het setting systeem automatisch de materialen allokeert. Zorgt dat hij de machine kiest die als eerste klaar kan zijn. Dat hij die volgorde hanteert. Zoals gezegd, sommigen willen al eerder beginnen of juist al wat later. Nou, dat zijn allemaal instellingen die we kunnen meegeven. Maar een fiets bestaat natuurlijk niet alleen maar uit 1 frame. We moesten ook nog wielen maken en pedals assemblies en dat soort zaken. Dus als ik hier naar onderaan op mijn demandregel ga kijken, zie ik hier verschillende verkooporders. Deze verkooporder nummer 14, daarvan zou ik wel eens willen weten welke orders zijn daar aan gerelateerd. Dus wat ik doe is ik highlight alleen even de gerelateerde werkorders. Wat we hier zien is dat dan alles grijs wordt en dat hij alleen maar laat zien wat ik echt nodig heb voor het maken van deze, voor het leveren van deze verkooporder. In dit voorbeeld moet ik natuurlijk een setje van frames maken. Ik moet mijn assen maken. Ik moet mijn pedalen maken. Ik moet mijn velgen maken. Uiteindelijk kan ik dan ook mijn fiets assembleren. En zo zien we eigenlijk dat ondanks dat alles als losse orders is aangemaakt of ingevoerd of geïmporteerd, dat het systeem een relatie kan leggen tussen alle verschillende componenten van de verschillende werkorders, maar ook ga
houdt hij in de gaten dat hier materiaalbehoefte voor is. Dus als ik deze order ga doen, dadelijk zou ik zien dat ik die pedalen nodig heb. Hier pedal 1 en ik heb ook nodig cranks en ik heb ook nodig sprockets voor mijn wielen enzovoort enzovoort. Dus wat we gaan doen, we gaan de set van orders gaan we nu op het planbord zetten. Nou ga ik druk gewoon op plannen. En wat we zien is dat hij niet alleen maar rekening heeft gehouden met de bewerkingen van het maken van mijn frame. 10, 20, 30. Hij heeft ook rekening gehouden met het feit dat als ik mijn wielen wil gaan maken, dat ik dan eerst mijn hub en mijn rim klaar moet hebben. Dus dit wielassemblage kan niet eerder beginnen dan dat die twee componenten beschikbaar zijn. Hier zie ik dat ik een pedal assembly wil gaan produceren. In principe zou je kunnen zeggen, er is best wel wat tijd hier. Hè. Ik heb hier een heel stuk wit, met andere woorden, beschikbare capaciteit. Maar de reden dat hij dat pas hier heeft gedaan, is dat als ik het eventjes laat zien wat er gebeurt als ik hem eerder zou maken, dan zegt hij, ja dat kan niet, want die materialen zullen er nog niet zijn. En dus dat hebben we net ook gezien en dat houdt hij nog steeds, die regel houdt hij nog steeds vast. En een andere regel die we wel besproken hebben, maar nog niet hebben laten zien, is dat deze assembly, dus de final assembly, daar heb ik een specifieke medewerker voor nodig. Maar die zijn er pas op vrijdag. In dit voorbeeld, dus als ik hem naar voren zou schuiven, dan geeft hij me daar gelijk een melding van, waarvan die zegt, ja, de medewerker voor het maken van deze specifieke fiets, die is er niet in de periode waar je hem nu inplant. Wil je doorgaan of niet? He? Dat is wel een belangrijke, je blijft natuurlijk gewoon altijd zelf de baas. Niet altijd is alle data vastgelegd in andere systemen. Soms weet je dat de vrachtwagen al onderweg is en dat die over een uurtje komt lossen. Ja, dan gaan we niet wachten tot iemand het in de ERP heeft ingevoerd. Of gaan we niet die gegevens hier eerst aanpassen om het systeem tevreden te stellen. Dan plan je hem gewoon in. Ondanks dat hij groen is, dat je weet dat hij te vroeg staat. Of ondanks dat hier gezegd is dat die mensen er niet zijn. Je blijft natuurlijk altijd zelf de baas. Nou, wat er nu gebeurt is doordat mijn materialen wat laat zijn. En misschien komt er wel nog een keer een melding binnen. Dus stel dat deze inkooporder van die pedalen niet op de 12e binnen gaat komen, maar bijvoorbeeld op de 15e. Dan kan je gelijk zien dat hier een alert ontstaat. En wat we nu kunnen doen is dat we het schedule kunnen repareren. En als ik hem ga repareren zijn er een aantal opties. Stel dat je heel veel moeite hebt gedaan met allerlei volgordes bepalen. Ja, dan wil je niet dat hij die volgordes weer gaat veranderen. Je kan zeggen dat hij eerder mag plannen of niet eerder mag plannen. Ik laat hem even op de standaard instellingen staan. En wat er dan gebeurt is dat in ieder geval deze werkorde moet worden aangepast. Want die staat hier niet goed. En waarschijnlijk zal deze ook aangepast moeten worden. Want ik kan niet mijn fietsen gaan assembleren als ik mijn pedalen nog niet klaar heb. En jawel, dat doet hij. Hè? Dus hij gaat deze aanpassen en ook tegelijkertijd deze aanpassen. Dus wat hij nu heeft gedaan is dat hij het schedule weer geldig heeft gemaakt aan de hand van iets wat er is gebeurd, rekening houdend met een hele andere werkorder. Dus de volgtijdelijke invloed van het verdragen van deze inkooporder heeft hij gelijk doorgerekend. Nou, wat we zien is dat hij hier dus gekoppeld staat aan die verkooporder. In dit voorbeeld zijn we nog steeds op tijd. Als ik hem voor wat voor reden ook later zou klaarmaken, dan zou je hier weer zo'n rood gestrippeld lijntje zien. Het patroon verandert weer. Dus van donkerrood naar lichtrood. Een rood lijntje, rode tekst. Met andere woorden, je wordt weer gealarmeerd dat er iets te laat gaat komen. Net hadden we te vroeg, nu is het te laat. Maar het gevolg van wat er nu is gebeurd is dat er door de leveringen en medewerkersbeschikbaarheid en dat soort zaken best wel heel veel onderhanden werk is ontstaan. En wellicht willen we dit voorkomen en zouden we in plaats van een schedule forwards willen kijken wanneer moet ik nou uiterlijk beginnen om de hele set van orders klaar te hebben. Te starten zodat ik op tijd klaar ben voor het leveren aan mijn klant. Dat noemen we dan een backward schedule. En dat maakt die net zo makkelijk, waarbij die het uitgaat van de leverdatum en terug gaat rekenen wanneer je uiterlijk moet starten om deze order op tijd klaar te hebben. Dus de doorlooptijd van de hele set van fietsen produceren is in dit voorbeeld 2 dagen. Dit is een wat we noemen een backwards schedule. Goed, nou, dat gezegd hebbende, zijn de meest basale regels toegepast. Materiaalbeschikbaarheid, operatorbeschikbaarheid.
volgorde van orders, van werkorders, dus de bewerkingen, de volgorde van de orders onderling. Hij heeft omsteltijden berekend, hij heeft toegekend aan de geldige machines. Al die basale regels heeft hij toegepast. Wat eigenlijk zou betekenen dat je dan ook een schedule zou kunnen maken, automatisch. Is daar een vraag? Even kijken. Geen vraag? Nee. Dat betekent dat hij dus ook een schedule zou kunnen maken op basis van al die informatie die ik hem nu heb gegeven. Nou, eventjes terug naar de Unscheduled Operations, 225. Nou, wat zou dat normaal gesproken kosten aan tijd om een geldig schedule te maken in een structuur die ik net heb besproken voor de komende 2 weken? Nou, de meeste die ik spreek, die hebben daar wel moeite mee om dat te bepalen. Dus ik zou dat maar gelijk even laten zien hoe snel dat gaat als je dat met dit systeem doet. 1, 2, 3, 4, nou 4 seconden. Dus met andere woorden, al die regels die we net hebben doorgesproken, heeft u nu toegepast. Met andere woorden, dit is een geldig schedule. Ik heb niet meer werk naar de werkgroep dan beschikbaarheid daarvan was. Dus dat kan ik wel even laten zien. Ik heb een aantal aanvullende constraints toegepast. Ik verander even hier. Ik zet even een extra scherm erbij. Dus die assembly operators die er niet 's ochtends in de eerste paar dagen niet waren, die we net zagen. De technische medewerkers die er helemaal niet zijn voor de eerste paar dagen. De mensen die de metaalbewerkende machines kunnen bedienen, die zijn volledig uitgenut, 2 stuks. 1 iemand voor de painting operations. Hier zie je de welders, die benut ik niet volledig. En hier zie ik ook nog een constraint die heet power. Die daarvan wil ik alleen maar zien dat ik het overschrijd. Dat heb ik zo ingesteld. Dus ik heb in de periode tussen 4, 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vooral in België is dat het geval. Mag je niet meer stroom gebruiken dan toegestaan. En als je dat wel doet, moet je meer betalen. Om die piekbelasting in het netwerk tegen te gaan, is dat vrij algemeen in België. Wil je daar wel rekening mee houden, dan is het heel makkelijk. Dan ga ik hier aangeven dat ik het wel als een constraint wil toepassen. Dan kan ik hier mijn schedule repair functie toepassen. En dan past hij netjes de hele set van orders aan het stroomgebruik wat ik wil toekennen. Dus er zijn meerdere opties. Je kan alleen maar laten zien wat is daar nodig aan mensen. Bijvoorbeeld als je die kan inhuren of aan stroom in dit voorbeeld. Of je kan aangeven, nee, je kan niet anders dan jezelf dan jezelf aanpassen aan de echte beschikbaarheid van de mensen. Ja, instelmedewerkers, supervisors heb ik nodig om dingen in te stellen. Wellicht werken die niet in de nachtdienst. Nou, dat soort gegevens kunnen we allemaal meenemen. Nou, dit schedule is dus wat al gezegd is, een geldig schedule. Dus we kunnen heel makkelijk even zien hoe dat nou hier door de fabriek heen loopt. Ik pak even 1 order erbij. Met de frames en de hubs en de rims en de final assembly enzovoort enzovoort. Maar de vraag is dit nou een goed schedule? En degene die een beetje opgelet hebben, zien ook best wel veel van die rode strepen hier. Met andere woorden, het is niet de meest betrouwbare planning. De levertijd wordt vaak niet gehaald. Nou, de reden waarom dat is omdat ik hier heb aangegeven dat ik volgorde wilde bepalen op basis van de prioriteit van de order. Nou, dat is niet voor niks, maar dat je geen goed systeem hebt, dan zal je toch vaak zien dat of verkopers of soms directeur-eigenaren of in ieder geval klanten jou als planner proberen te pushen om hun orders hogere prioriteit te geven dan een andere order. Nou is dat in dit voorbeeld zo dat alle hoge prioriteit orders op tijd klaar zijn. Maar als gevolg zijn er nu wat andere orders te laat gekomen. Wat ik zou willen zien is wat er nou gebeurt als ik hem nog een keer samenstel. Alleen dan dat ik dan de leverdatum van alle orders ga respecteren. Nou, een van de dingen waar ik kan zien dat dingen te laat zijn, zie ik hier in het rood. Wat ik ook kan laten zien is dat we een statistiek kunnen tonen. In dit voorbeeld is dat de leverbetrouwbaarheidsstatistiek van bijna 90%.
als ik nog een keer datzelfde schedule maak, waarbij ik nu niet op lever prioriteit, maar nu op lever betrouwbaarheid wil inplannen, gaat hij diezelfde set van orders nog een keer inplannen. En als ik nu naar mijn statistieken kijk, zie ik dat ik 100% lever betrouwbaar ga zijn. Nou, dit is één voorbeeld van hoe snel we scenario's kunnen berekenen. Andere scenario's zijn bijvoorbeeld het samenstellen van een schedule waarbij ik zoveel mogelijk van hetzelfde soort metaal achter elkaar plan. Dus de efficiëntie van de fabriek kan soms ook doorslaggevend zijn. Dus als ik even die setting weer verander, die ik net ook had veranderd in de soorten metaal, dan zien we, en dan zoomen we even in op die machines die daar van toepassing op zijn, dan zien we hier dat we van de ene soort metaal naar het andere soort metaal continu switchen, dat er elke keer zo'n blok, zo'n zwart blok tussen ontstaat, die de omsteltijd berekent. Nou, als ik diezelfde planning nog een keer maak, maar dan op basis van die metaalsoorten, dan zal je zien dat die, moet ik het wel even goed doen, neem me niet kwalijk, metaalsoorten. Dan zou je zien dat hij zoveel mogelijk van dezelfde soort metaal achter elkaar gaat inplannen. Dus we beginnen nu met het aluminium, titanium, sorry. Dan gaat hij naar het aluminium. Dan gaat hij hier naar de 70005. En dan eindigt hier met zijn staal. Nou, die volgorde die heb ik zelf bedacht. Er zitten een paar metaalbedrijven in deze meeting. Dus ik hoor graag achteraf of dit een handige volgorde is. Maar het idee is dat je het zelf kan bepalen. Nou, de reden dat die van de groene hier naar de blauwe weer terug naar de groene gaat, heeft te maken natuurlijk met die materiaalbeschikbaarheid. Dus als ik deze eerder ga inplannen, dan zou je zien dat die automatisch hier weer groen wordt en een groen lijntje laat zien. Dus hij heeft ondanks dat ook nog rekening gehouden met zijn materiaalbeschikbaarheid. Ik heb ook aangegeven dat je als planner zelfstandig dingen mag aanpassen. Dus je kan het even oppakken en verslepen. Net zolang tot jij denkt dat dit een goed schedule is. Als je het een goed schedule vindt, dan wil je wellicht nog heel even naar je statistieken kijken. Of je wil wat KPI-rapporten doornemen om te kijken wat is nou de uiteindelijke waarde van mijn schedule. In de vorm van leverbetrouwbaarheid of in de vorm van setup tijd. Want dat is natuurlijk hetgene wat we nu hebben geprobeerd te reduceren. Nou, leverbetrouwbaarheid is nog niet naar mijn zin. Dus ik wil nog één ander scenario toepassen waarbij ik niet alleen op het soort metaal gesorteerd wil hebben, maar ik wil ook op due date. En zoals je ziet hier, het is redelijk makkelijk te bedienen systeem. Vaak als planner heb je wel een onderbuikgevoel, wil je wat meer prioriteit geven aan het een of juist aan het ander. Op het moment dat je wat meer ervaren bent met een systeem als deze, dan kunnen we ook regels die je eigenlijk altijd toepast op een bepaalde manier toepassen. Dat noemen we dan planningsregels. In dit voorbeeld doen we het nog redelijk handmatig, omdat het voor heel veel bedrijven nog wel redelijk nieuw is. Maar heb je er een paar weken mee gewerkt, dan ontstaat vaak wel een systeem van een methodiek waarop je dingen altijd op die manier zou willen plannen. In dit voorbeeld dan die metaalsoort en die levertijd achter elkaar, allebei meegenomen als weging. Nou, in dit voorbeeld nog steeds 100% leverbetrouwbaarheid. Wel meer omsteltijd, maar goed, dat kan niet anders. Want je kan niet alleen maar de groene maken. Hè. Zoals je hier ziet, zou je ook een keer een blauwe moeten maken om op tijd te kunnen zijn voor leveringen aan klanten. Nou, we hebben eigenlijk nu 4-5 scenario's doorgenomen in nog geen 3-4 minuten. En dit is eigenlijk wat ik bedoelde tijdens de presentatie. Van hoe kunnen we nou planners, jullie, op een betere manier inzetten om strategische verbeterprocessen door te voeren. Dus in plaats van handmatig allerlei dingen invoeren en checken en meerdere systemen raadplegen en eigenlijk al informatie naar de werkvloer sturen die verouderd is, diezelfde tijd gebruiken om een scenario, een strategie te bedenken die beter past bij het bedrijf. Dan verdienen we het werk wordt veel leuker daarvan, maar we gaan ook nog daar geld mee verdienen. Op het moment dat dit het schedule is wat jullie zouden willen vrijgeven, dan kunnen we nu het schedule gaan opslaan en gaan releasen. Dus dat doe ik dan even vanuit hier. Ik release mijn schedule.
En wat er nu gebeurt is dat de informatie die ik net heb gegenereerd door middel van het schuiven van die blokjes, wordt vrijgegeven aan een ander systeem. En dat andere systeem, dat is bijvoorbeeld het ERP-systeem. Of voor die bedrijven die dat hebben, een MES-systeem. Of een rapport, wat ik jullie dadelijk ga laten zien. Wat we eigenlijk net gedaan hebben, is niks anders dan bewerkingen van werkorders toegekend aan machines. En we hebben bepaald wanneer de setup start, starttijd van de order zelf en de eindtijd, de verwachte eindtijd van de order is bepaald. Om dat even te laten zien in die editor die we in het begin ook zagen. Dus voor elke werkorder, elke bewerking moet ik zeggen, heb ik nu gezegd, oké, deze is toegekend aan metal 1. En we verwachten dat je gaat starten op die datum, die tijd. De tijd, datum, tijdstempel. De order wordt gestart dan en de eindtijd van de order is dan. Dus eigenlijk hebben we niks anders gedaan dan deze informatie gegenereerd. En dit is wel hele belangrijke informatie, want dit is de informatie die je wil gebruiken om je mensen in de werkvloer te informeren. Dan kunnen we het exporteren, we kunnen het gebruiken in, om te gebruiken in andere systemen. Maar wat we wel vaak zien is dat dat niet in gebruik is. Dus dat die systemen er nu niet zijn. Wellicht dat we dat in de toekomst eens kunnen bespreken, hoe we jullie daarmee kunnen helpen. Voor nu zou ik graag even een wel aardig rapport willen laten zien. Wat we ontwikkeld hebben om te kunnen communiceren vanuit de planningsafdeling naar de werkvloer. Dus waar we het begin over hadden. Als planner heb ik geen inzicht in de actuele status. Als ik wil weten waar we staan, moet ik fysiek de werkvloer op. Klanten die me bellen over de status, dat ik te laat ben, is een verrassing voor mij. Ik moet die orders handmatig gaan zoeken en door de fabriek heen duwen. Dat zijn eigenlijk de redenen waarom wij hebben gezegd, ja, je moet een methode hebben om te kunnen communiceren vanuit de afdeling planning naar de afdeling productie en andersom. Nou, laat ik dit rapport zien vanuit het project, de scheduling systeem. Nou is het niet nodig om daar een scheduling systeem licentie voor te hebben. Je kan gewoon een connectie hebben met je database. Dus op het moment dat je een tablet hebt of iets anders wat maar connectie heeft met het netwerk, dan kun je deze rapporten al laten zien aan de mensen op de werkvloer. Even de vraag, waar ga je werken? Nou, ik heb besloten dat ik aan machine 2 ga werken op dit moment. En dan vraag ik aan het systeem, laat maar even zien wat ik dan vandaag moet gaan doen. En nou genereert hij dat rapport op basis van de informatie die we net hebben zelf hebben samengesteld. Dus om dat even te controleren, op maandag de 10e moet ik gaan werken aan de RIM Road 2 cliënt 03 order. En ik word verwacht om 6 uur te starten. Nou, laten we eens even kijken. De RIM Road cliënt 03 order. Ja, dus dit is dezelfde informatie. Dit is bedoeld voor de planner, grafisch overzicht, drag en drop. En dit is bedoeld voor de mensen op de werkvloer, om ze gewoon te instrueren wat ze moeten gaan doen en wanneer we verwachten dat ze daarmee klaar gaan zijn. Dit is een interactief rapport, dus je kan hierop in progress of in proces drukken. Dan wordt de operatie status wordt veranderd naar gestart. Er wordt hier een andere kleur weergegeven, dat je ziet dat je deze order al bent gestart. En periodiek zou je als planner nu kunnen kijken naar wat is de actuele status. Zijn ze met de juiste orders gestart, ja of nee? Nou, om dat even te illustreren wil ik hier de kleurstelling weer even aanpassen naar operation status. Nou heb ik twee kleuren. De bovenste kleur is de order, de onderste kleur is de status. Nou, ik heb nog geen import gedraaid, dus hij weet nog niet dat deze order gestart is. Maar op het moment dat ik hier vandaan zeg, ik wil graag even mijn updates binnenhalen van de werkvloer, dan zal je zien dat deze order nu groen wordt. Met andere woorden, deze is gestart. Als die klaar is, krijgt hij weer een andere kleur. Nou, wat is nou het voordeel hiervan? Is dat je in ieder geval kan zien als planner zijnde, zijn ze met de goede orders gestart? Als ze met deze order zouden zijn gestart, wat ik me wel kan begrijpen, want dat is een veel makkelijker order, dat is veel langer namelijk. Maar dan kan je nu al even acteren, kan je nu al vragen, wat is de reden dat je met die andere order bent gestart? Want dat is niet de bedoeling. Dus je wil eigenlijk een klein beetje grip krijgen, meer grip krijgen op wat er gebeurt op de werkvloer. Zodat je nu al kan anticiperen op wat er gebeurt en problemen zou kunnen voorkomen. Dat is de hele, ja, de...
korte demo, maar ik zie dat het geen korte demo is. Dit was de demo zoals ik voor ogen had om met jullie door te spreken. Om te kijken van hoe kunnen we nou dit ook gaan toepassen binnen jullie organisatie. Zijn hier vragen over? Geen vragen. Oké, dan even kijken hoor. Dit eventjes weghalen. Daar gaan we weer. Dan wilden we eigenlijk naar het volgende onderwerp voor de presentatie van vandaag. En dat heeft te maken met, nou, wat willen we nou bereiken met het organiseren van deze workshops? Nou, het allerbelangrijkste is dat we samen met jullie, vanuit onze expertise, ons team, met jullie willen kijken naar wat is er nou nodig voor jullie om een detailplanning te kunnen maken. En wellicht dat ik in de demo veel te veel dingen heb laten zien en die niet van toepassing zijn. Of die je op dit moment nog niet inzichtelijk hebt. Dan moeten we dat niet al gelijk willen meenemen. Dan kunnen we dat altijd nog later aanpassen. Dus wat we willen doen is dat we aan de hand van jullie processen, jullie fabricatieprocessen, machines, beperkingen, dat we jullie processen gaan modelleren. In een data template. Dat gaan we jullie uitleggen hoe dat moet. Dat gaan we met jullie samen doen. Dat template staat al gekoppeld. Dus dat lezen we dan in het scheduling systeem. Dan gaan we daar orders van genereren. Zoals een gerenommeerd ERP systeem zou doen. Maar dat gaan we dan via deze scheduling tool doen. Zodat we die orders kunnen inplannen op het planbord. En dan gaan we samen met jullie kijken naar de resultaten. En als het nodig is om het aan te passen, passen we de configuratie aan of de dataset aan. Als het naar wens is, dan kun je eigenlijk de set van informatie die we dan ingeladen hebben en de methodes, kun je eigenlijk al je huidige schedulingsmethode gaan vervangen met deze grafische tool. Een stap verder zou zijn om te gaan kijken. Oké, als dit nou jullie behoefte is, dan hebben we deze informatie nodig. Dat we dat gaan modelleren in het systeem, betekent dat je er al gelijk mee aan de slag kan. Dat je het al gelijk in de praktijk kan gaan toepassen. En wat we dan vaak doen, is dat we samen met jullie IT-afdeling of jullie ERP-leverancier gaan kijken van welke data is nou eigenlijk al beschikbaar in de huidige kantoorautomatisering, ERP, MES, dat soort zaken. Nou, waar we vaak tegenaan lopen is dat er zijn drie opties. Alle data is beschikbaar. Nou, die kom ik bijna nooit tegen. Maar stel dat het zo is, alle data is daar, is perfect onderhouden. Ja, dan hoeven we eigenlijk alleen maar de data te gaan importeren. Over het algemeen is het zo dat er maar een deel van de data beschikbaar is. Dan maken we een interface, een koppeling voor de informatie die beschikbaar is. Dan gaan we de informatie die niet beschikbaar is onderhouden in deze software database. En gaan we de informatie verrijken. Dus op het moment dat we het importeren, verrijken we de data vanuit jullie ERP of andere systemen met de data die we hier in dit systeem hebben onderhouden. Het kan ook zijn dat je geen data beschikbaar hebt. Dat zie ik heel vaak. En dan kunnen we het systeem als een standalone systeem gaan gebruiken. Om een klein beetje meer idee daarvan te geven. Heel vaak zie ik dat het ERP als een financieel-achtig systeem wordt gebruikt. Een beetje logistiek wordt er nog wel in gedaan en dan houdt het op. Dus wat we zien, we hebben wel verkooporders, we hebben wel voorraadadministratie en we hebben wel inkooporders. Nou, dat is fantastisch, die hebben we nodig, dus die gaan we importeren. Maar product routing zit er niet in, product build materials zit er niet in. We hebben geen scheduling specifieke data, zoals kleuren en instellingen en dat soort zaken. Dus dat onderhouden we dan allemaal in de scheduling database. De informatie die we kunnen gebruiken importeren we, de andere informatie onderhouden we hierin. Wij zorgen ervoor dat we die orders gaan aanmaken. We zorgen ervoor dat de informatie naar de werkvloer wordt gestuurd aan de hand van die rapportages die we net hebben besproken. En je zou
bijvoorbeeld in de ochtendmeetings als planner zijnde met je logistieke of met productiemensen even door de orders heen kunnen kijken van waar staan we, ben je al klaar, ben je al niet klaar. Dat soort dingen zou je nog handmatig in die meetings kunnen bijwerken op basis van je schedule weer kan worden bijgewerkt. Het kan ook zijn dat je naast verkoop, voorraad, inkoop bijvoorbeeld wel de MRP-routine gebruikt binnen ERP. MRP gaat kijken naar wat heb ik nodig om mijn voorraad aan te kunnen vullen op basis van toekomstige verkoop die ik erin heb gezet. Dan zouden we die als header, order header kunnen gebruiken. In dit voorbeeld hebben we dan geen routings aangemaakt, geen bewerkingsplannen aangemaakt in ERP. Dus eigenlijk dezelfde methodiek als daarnet. We importeren de routings en we verrijken de routing. Sorry, we importeren de header, de order header. En we verrijken de order header met de routing die we in het scheduling systeem onderhouden. Het kan ook zijn dat je wel routings hebt. Ja, dan halen we het liefst die allemaal naar binnen. Ja, dus dan gaan we en de routings en de bill of materials vanuit ERP importeren. Gaan we nog steeds met rapportages werken en up-to-date houden van je schedule. Waardoor je continu natuurlijk statuswijzigingen kan doorvoeren. Het kan ook zijn dat je die statuswijzigingen en dat hele shopfloor gedeelte ook in ERP wilt of hebt ondergebracht. Ja, dan gaan we die informatie natuurlijk ook gebruiken. En kunnen we het schedule up-to-date houden aan de hand van de informatie die daarin wordt bijgehouden. Nou, eerlijk gezegd, je weet pas wat past bij jullie als je bezig bent geweest met het prototypen van het scheduling systeem. Dus wat we graag met jullie willen doen is dat template dat we hebben gebouwd, wat al helemaal klaar staat om te gebruiken, samen te gaan invullen. Daar gaan we die workshop voor organiseren, dat gaan we samen testen. Leuk is ook dat we dat met deze groep gaan doen, dus dat we ook nog van elkaar kunnen leren, dat we die kennis kunnen delen. Eenmaal dat gedaan, dan hebben we, het is geen papieren exercitie, het is een hele hands-on aanpakt. Het geeft gelijk inzicht in hoe het eruit komt te zien, waardoor we kunnen bepalen of dit het is wat je nodig hebt. Voordeel is dat je niet eerst heel veel werk moet invullen, heel veel werk moet verrichten voor het invullen van data in een ERP-systeem. Met de methode die wij hebben bedacht gaat dat een stuk makkelijker. En je kan het gelijk in gebruik nemen. Heb je het helemaal in gebruik, dan ga je een hoop tijd besparen. En dan kunnen we altijd nog stap voor stap die template die wij hebben gebruikt, vervangen door een echte database-koppeling. Dus dan hebben we ook de tijd om ERP-informatie nauwkeuriger in te vullen, up-to-date te maken. Dan hebben we ook tijd om met jullie ERP-leverancier in gesprek te gaan, om te kijken hoe we die data kunnen importeren. Nou, de agenda zoals we hem bedacht hebben is als volgt. Deze week hebben we natuurlijk de kick-off gedaan. We hebben gesproken over presentatie, demonstratie, doelstellingen, aanpak van de workshops gaan we dan nu over hebben. Wat we ook gaan doen is dat we even individueel met jullie deze week, begin volgende week, een gesprek proberen te initiëren waarbij we de intake gaan doen. We willen graag weten wat wil je bereiken, hoe ziet je de proces er precies uit en is het toepasbaar ja of nee. Nou, de workshop op zich duurt 5 weken. Wat we allemaal gaan doen, ga ik dan nu vertellen. Dat is niet geheel kosteloos, daar moeten we een kleine vergoeding voor vragen. Dat is kostprijs gerelateerd, dat is €995 per deelnemend bedrijf. Nou, wat dan je daarvoor krijgt is als volgt. In eerste instantie dan die intake. Dus wat is je doelstelling? Hoe ziet je fabricatieproces eruit? Hoe zien jullie planningsprocessen eruit? Op basis van die informatie gaan we offline, dus niet in diezelfde meeting, gaan we offline. Daphne en ik gaan dan samen die sheets voorbereiden voor jullie. Uiteraard hebben we, na aanleiding van dat gesprek, zijn er wellicht nog vragen. Of wil je dat we in contact treden met iemand, collega of wat dan ook. Die mogelijkheden die bestaan er dan. Die week daarna gaan we in een klassieker afverband uitleg geven over hoe het datamodel gebruikt kan worden. Hoe we de data moeten importeren. We gaan het laten zien aan de hand van een voorbeeldconfiguratie. En het idee is dat jullie dan met jullie eigen team zelfstandig de eerste set van routings gaan aanmaken. Je machines gaan invoeren, dat soort zaken. Heb je daar vragen over, dan zijn we daar natuurlijk beschikbaar voor vragen.
En op het moment dat je iets hebt ingevoerd, stuur het gewoon even op. Dan kunnen wij het importeren, kunnen we een online meeting organiseren om te laten zien hoe het eruit komt te zien. Nee, om te voorkomen dat je dat achteraf voor verrassingen komt te staan, kunnen we dan maar beter aan de voorkant even goed testen. Die week daarna, en ik denk dat dit wel heel interessant is, gaan we, indien jullie daar natuurlijk akkoord mee gaan, maar gaan we per casus, dus per deelnemende organisatie, per deelnemend bedrijf, gaan we even de zaken de revue laten passeren. Dus we hebben gesproken met klant X, Y, Z. Voor hun is het heel belangrijk om meer efficiëntie te bereiken, om de doorlooptijden te verkorten, om leverbetrouwbaarheid te verhogen, om rekening te houden met bepaalde tools die ze niet altijd maar voorradig hebben of iets in die richting. We hebben dat op deze manier ingericht. Dit is de uitkomst, zo gaan we verder. En het idee is dat je daarmee, dus niet alleen op je eigen organisatie, op je eigen problematiek gefocust bent, maar dat je ook die informatie met elkaar kan gaan delen. En dat lijkt mij een hele leuke, tenminste ik weet dat dat een hele leuke exercitie is, want dat wordt altijd heel erg als waardevol beschouwd door de deelnemers. Wederom gaan jullie weer de rest van de week tijd besteden aan het invoeren van data. Zijn de vragen, hoor het graag en we zijn weer bereid om te testen. Nou, dat gaan we in week 28 precies dezelfde manier doen en op week 29 ook. En dan is er op week 30 een optie om, dan zijn jullie datasheets klaar. Dan hebben we de meeste van de orders die we voorbij hebben zien komen, hebben we wel vastgelegd. Dan hebben jullie de mogelijkheid om de software op jullie eigen computer geïnstalleerd te krijgen. Daar hebben we een 30 dagen proeflicentie voor beschikbaar. Dat betekent dat na installatie is die 30 dagen geldig. We moeten ook even een SQL database, als die er nog niet is, installeren. Dat kan een gratis licentie zijn. En een ODBC driver. Dus voordat we hier over gaan, moeten we waarschijnlijk even met jullie IT-afdeling contact opnemen of er een PC beschikbaar is waar we dat op kunnen installeren. En dan gaan we met jullie samen individueel trainen om jullie eigen configuratie de go-live support eigenlijk. Dus hoe maak je nou zo'n schedule? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe maak je die orders aan? Dat soort zaken. Dus dat gaan we individueel voor jullie in trainen. En als het goed gaat, zijn jullie dan live. Met dat natuurlijk een beperkte versie en beperkte functionaliteit. Maar in ieder geval heb je dan de mogelijkheid om grafische planning toe te passen. En voor jezelf te beoordelen, is dit iets wat ik graag zou willen toepassen in het bedrijf, ja of nee. Nou, het zou erg leuk zijn als we die week erna met elkaar in gesprek kunnen om ervaringen uit te wisselen, om te kijken hoe we dingen met elkaar hebben georganiseerd. En kunnen we natuurlijk individueel kijken wat zijn de volgende stappen. In de zin van, heb je nog training nodig? Is het opportun om een licentie aan te schaffen? Dat soort vragen. Heel verhaal. Ik hoop dat jullie allemaal nog wakker zijn. Zijn daar vragen over? Kan ik ergens nog wat toelichting over geven? Geen vragen. Dan was of alles duidelijk. Is er iemand die zou willen reageren op de werkwijze? Zou dat iets zijn voor jullie om toe te passen? Twan? De microfoon staat open. Nee? Oké. Nou, wat we doen is, zoals gezegd, we zullen jullie deze week volgende week proberen te bereiken. Kunnen we individueel even doorspreken of het aansluit op jullie ideeën. En dan hopen we jullie allemaal te mogen verwelkomen op onze workshop. Yes. Heel erg bedankt voor je tijd. Oké, dankjewel. Iedereen bedankt. Graag tot horens. Hey, jullie ook bedankt voor de presentatie, voor het helder verhaal.
Hartstikke mooi. Dankjewel voor je toelichting. Ja, ja bedankt voor de presentatie. Goed. Dankjewel. Yes, yes. Doei. Doei.